gaan douchen. Ja. Het zal wel moeten. Ja, dat hadden we gisteren afgesproken. Neem we de rollator mee? Ja, maar het is veel erbij, hè? Ja, maar toch. Ja, hoe zou u meer omschrijven? Hoe is zij als wijkverpleegkundige? Prima, prima. Ja? Ja, ja. Met de nodige vriendelijke drang en overtuigingskracht krijgen zij toch altijd haar zin. Hoe ben je tot dit werk gekomen? Dus waarom dacht je ik ga dit doen? Ja, ik denk toch wel de vrijheid die je hebt in de wijk. En dat je toch wel een grote verantwoordelijkheid hebt als wijkverpleegkundige over toch een aantal cliënten. En dat sprak mij gewoon heel erg aan. Kom maar naar boven. Niks gaat meer via papier, maar eigenlijk allemaal via de telefoon. En we hebben groen licht gekregen. We hebben bij haar een wisselschema. De ene dag het linkerbeen, de andere dag het rechterbeen. En ja, vandaag is rechts. Ja. Dat was hem. Ja. En hoe belangrijk is Merel voor u? Ja, natuurlijk ideaal. Ik bedoel, dat een ander het gewoon kan komen doen. Ik zie maar met één oog, dat zie ik niks mee. En die andere is maar 10%, dus kijk, dat prikken zal geen probleem zijn, maar je ziet het niet. Dat mag niet in een ader gaan of instellen. Gaat ook niet. Dus het is eigenlijk wel heel belangrijk. Ja. Gewerkt in de coronatijd? Ik denk dat corona echt wel een beetje een rollercoaster is geweest. We hebben eerst ook wel een hele periode als wijkverpleegkundige thuis moeten werken. En heel erg de zorg moeten afschalen. Thuis werken? Hoe kan dat? De cliënten die zitten niet bij jou thuis. Eigenlijk hebben we gewoon de reguliere teams eigenlijk gewoon de zorg verleend. En dan volgens de richtlijnen van de RIVM. En eigenlijk hebben we daarnaast nog een coronateam gehad. Dus die zijn echt naar alleen maar COVID-cliënten geweest en helemaal in pak en bril en een masker en echt bij mensen die dus de diagnose COVID hebben gekregen. Ja. Heftig, heb je dat ook gedaan? Ja, ik heb een tijdje in het COVID-team gezeten als verpleegkundige toen ik nog leerling was. En daarnaast ben ik ook een jaartje later ook nog wijkverpleegkundige geweest voor het COVID-team. Goedemorgen. Hallo. 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 Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u goed geslapen? Ja, redelijk. Ja. Goedemorgen. Ik kan niks bedenken, en dat doe ik nou niet om te slijmen, maar niks bedenken wat mij niet bevalt als zij binnenkomt. En dat meen ik echt. Oké, okay. Ja. Nou, mijn Rolls Royce weer.